Landbouwminister Prahlad Seudin geeft aan dat hij 500 miljoen SAD aan aannemers moet betalen. Hij zei eerder deze week aan journalisten dat zijn departement het ook moeilijk heeft met middelen om het werk te doen. Dus, en je weet, mijn collega van Financiën heeft het bijzonder moeilijk. Hij zegt altijd tegen ons, tot de 16e van de maand moet ik sparen om die pensioenen en zo te betalen. Daarna is het sparen voor de salarissen. En als eind van de maand, laatste week, nog wat binnenkomt, moet ik die aannemers betalen of moet ik voor medicijnen betalen of andere zaken die dringend zijn. De regering heeft het niet makkelijk, moet ik eerlijk zeggen. Maar we proberen toch nog op een of andere manier, ook door te praten met die aannemers, toch even geduld. Of we doen het beetjes bij beetjes, weet je, maar dat ze ook hun personeel kunnen betalen, want die hebben ook onkosten natuurlijk. De bewindsman geeft verder aan dat het personeel dat voor de aannemers werkt uitbetaald moet worden om hun dagelijks brood te garanderen. Hij gelooft dat de daling van de koers ook een positieve impact zal hebben op de onkosten die komen bij de aanschaf van producten om het werk op het ministerie te doen.